internationale misdrijven, gepleegd waar ook ter wereld en ongeacht de nationaliteit van de daders. De procedure tegen Toto was de eerste procedure die op grond van deze wet aangebracht werd tegen een rechtspersoon in plaats van tegen een natuurlijke persoon. Een van de meest spraakmakende zaken speelt zich af in Nederland en is momenteel aanhangig bij het Hof Den Haag. Het gaat om de procedures die in 2008 en 2009 aangespannen werden tegen het Nederlandse oliebedrijf Shell door een viertal Nigeriaanse boeren en een Nederlandse NGO Milieuvriend. Aanleiding waren een aantal gevallen van olielekkage uit door Shell geëxploiteerde oliepijpleidingen in de Nigeriaanse Nigerdelta, die schade hadden aangericht aan de akkers en visvijvers van de betrokken boeren. Grondslag voor vorderingen was de Nederlandse wettelijke bepaling in zaken onrechtmatige daad, op basis waarvan de eisers vorderingen tot schadevergoeding instelden tegen zowel de in Nederland hoofdkantoorhoudende buurmaatschappij van het Shell-concern als haar Nigeriaanse kleindochtermaatschappij. Volgens de eisers zouden beide rechtspersonen zich schuldig gemaakt hebben aan de schending van de hen rustende zorgplichten jegens de boeren, aangezien zij niet voldoende gedaan zouden hebben om de olieschade aan de akkers en de visvijvers van de boeren te voorkomen en te beperken. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de brede variëteit en soortgelijke zaken die de afgelopen jaren zijn aangebracht voor rechters in Nederland, België en in de omliggende landen. Het overgrote merendeel hiervan is aangebracht voor Engelse rechters, die tot dusver met 13 van dit soort procedures te maken hebben gekregen, op de voet gevolgd door Frankrijk, waar tot dusver 10 van dit soort procedures voor de rechters zijn. Opvallend is dat alle Engelse procedures ingestoken zijn als civiele aansprakelijkheidsprocedures, waarbij de belangrijkste vraag telkens is of er sprake is geweest van de schending van hun zorgplicht, een duty of care, door de gedaagde onderneming wegens de eisers uit het gastland. De Franse procedures daarentegen nemen doorgaans de vorm aan van strafrechtelijke procedures. En de verklaring voor dit verschil is dat het voor de benadeelde vaak heel lastig is om dit soort procedures aan te nemen, vanwege praktische en procedurele drempels die samenhangen met het feit dat zij in het nadeel zijn ten opzichte van de onderneming die ze aanspreken, waar het gaat om financiële armslag, organisatiegraad, toegang tot relevante informatie en kennis van het recht. De keuze voor een bepaalde manier van procederen wordt dus vaak ingegeven door pragmatische overwegingen over welke procedurele route het makkelijkst te bewandelen is. En dit verschilt van land tot land. Maar als het zo lastig is voor benadeelde als gastlanden om dit soort procedures in te stellen voor rechters in de westerse thuislanden van de ondernemingen die zij verantwoordelijk houden voor de door hen geleden schade, waarom stappen ze dan niet naar een rechter in eigen land? In veel van deze gevallen is dat echter niet zo simpel. Bijvoorbeeld omdat de eisers in eigen land niet kunnen rekenen op een proces, omdat het rechtssysteem in het gastland niet berekend is op dergelijke complexe juridische procedures, of omdat het onwaarschijnlijk is dat een uitspraak van een rechter uit het gastland erkend en ten uitvoer gelegd zou kunnen worden in het buitenland. En daarnaast speelt ook een rol in deze zaken dat het aanbrengen van een juridische procedure tegen een westerse moedermaatschappij van een multinationaal concern of een westerse detailhandelaar veel meer mogelijkheden biedt om een meer maatschappelijk verantwoorde werkwijze af te dwingen dan een lokale procedure tegen een lokale kleindochtermaatschappij of een lokale onderaannemer. Deze foreign direct liability cases kunnen in potentie dus een belangrijke rol spelen bij het bieden van een juridische stok achter de deur voor achterblijvers op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In potentie. Want ook al zijn de mogelijkheden voor het aanbrengen van deze procedures in landen als België en Nederland vaak beter dan in de betrokken gastlanden, er blijven ook hier belangrijke praktische en procedurele drempels bestaan die ervoor kunnen zorgen dat zelfs eisers met legitieme claims geen toegang kunnen krijgen tot de rechten. Zowel in België als in Nederland gaat het daarbij vooral om drie aspecten. Beperkte mogelijkheden tot het financieren van procedures door middel van bijvoorbeeld resultaatgerichte beloningsafspraken met advocaten of gesubsidieerde rechtsbijstand. Beperkte of in België zeer beperkte mogelijkheden tot het instellen van collectieve schadevergoedingsacties in deze context door grote groepen eisers of door belangenorganisaties. En beperkte mogelijkheden voor de eisers om toegang te krijgen tot bewijsmateriaal dat zij nodig hebben om hun vorderingen te onderbouwen, maar dat in handen is van de
uitkomsten van de 35 procedures die er tot nu toe zijn aangebracht in de ons onderzochte landen, dan zien we dat die tot dusver beperkt zijn, maar niet noodzakelijkerwijs ontmoedigend. Van de 35 procedures zijn er in ieder geval 12 procedures doorlopen. Van de overige procedures zijn er 9 buiten de richtlijn ongeschikt, waarbij de benadeelden in de meeste gevallen wel enige vorm van compensatie hebben gekregen, maar er dus geen rechtelijk eindoordeel is gebeurd over de aansprakelijkheid van de betrokken ondernemer. Daarnaast zijn er 11 procedures in het hoefstadium afgewezen, vaak omdat er te weinig bewijs was om de zaak verder voort te kunnen zetten. In slechts 3 gevallen is het gekomen tot een gerechtelijk eindoordeel in het voordeel van de benadeelden. Zo wees de Franse rechter, de claims toe van Gabonese spoorwegwerkers, die jaren terug onrechtmatig ontslagen waren door de Gabonese dochtermaatschappij van een Frans mijnbouwbedrijf, maar daarvoor nooit gecompenseerd waren. In Nederland werd de Nederlands-Engelse oliehandelaar Trafigura strafrechtelijk veroordeeld voor enkele vergrijpen in Nederland, die vooraf waren gegaan aan de uiteindelijke dumping van giftig scheepsafval in Ivoorkust. De derde procedure waarin vorderingen werden toegewezen, althans een deel daarvan, is de rechtszaak tegen Shell in verband met olielekkages in Nigeria. In januari 2013 kwam de rechtbank Den Haag hierin tot een uitgebreid gemotiveerd inhoudelijk eindoordeel. De rechtbank bepaalde daarin dat op grond van het toepasselijke Nigeriaanse recht het merendeel van de vorderingen moest worden afgewezen. En daarbij speelde een belangrijke rol dat de eisers op grond van het door hen voorgelegde bewijsmateriaal de rechtbank niet hadden kunnen overtuigen dat de oorzaak van de olielekkages achterstallig onderhoud was. En niet, zoals Shell betoogde, sabotage. De rechter ging dus uit van sabotage als oorzaak. In één van de procedures die zag een olielekkage uit een achtergelaten stuk pijpleiding nabij het dorp Ikotara-Oulu, wees de rechter de vordering tegen de Nigeriaanse kleinwachtermaatschappij echter wel toe. Volgens de rechtbank had de kleinwachtermaatschappij er in dat geval te weinig aan gedaan om het risico op sabotage van het achtergelaten stuk pijpleiding te voorkomen, terwijl dit toch makkelijk en tegen lage kosten gerealiseerd had kunnen worden. Deze rechtszaak tegen Shell ligt nu voor bij het Hof Den Haag, dat nog niet is toegekomen aan een inhoudelijk eindoordeel. Wel heeft het Hof in een tussenuit het oordeel van de rechtbank over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen niet alleen van de vorderingen tegen de Nederlandse moedermaatschappij, maar ook van die tegen de Nigeriaanse kleindochtermaatschappij bevestigd. Dit is een doorn in het oog van Shell, dat uiteraard niet zit te wachten op meer procedures voor de Nederlandse rechter waarin de in Nederland gevestigde moedermaatschappij aangesproken wordt op de gevolgen van activiteiten die elders uitgevoerd worden door lokale dochter- of kleindochtermaatschappij. En hoe is het dan afgelopen met die procedure die op grond van de Belgische genocide werd aangebracht tegen Total 11 in verband met de vermeende betrokkenheid van bedrijven met mensenrechten schendingen in Myanmar? Die heeft de eindstreep niet gehaald. Niet lang na het instellen ervan werd de genocidewet drastisch ingeperkt, naar aanleiding van sterke internationale druk vanuit onder meer de Verenigde Staten. Daar was men bang dat militairen en hoge ambtenaren uit de VS op grond van die wet voor de Belgische rechter ter verantwoording geroepen zouden kunnen worden voor hun vermeende betrokkenheid bij internationale misdrijven elders. Interessant genoeg zijn er juist in de VS de afgelopen jaren talloze civiele aansprakelijkheidsprocedures aangebracht tegen niet-Amerikaanse natuurlijke personen en rechtspersonen wegens hun betrokkenheid bij internationale misdrijven elders. Maar hoe dan ook, met de inperking van de genocidewet bestond er niet meer voldoende grondslag voor een procedure voor de Belgische rechter tegen de Franse Total 11. Deze werd dan ook in 2008 definitief afgewezen door het Hof van Cassatie. Impotentie is er dus een belangrijke rol weggelegd voor het recht in algemene zin en voor rechters in de westerse thuislanden van internationaal opererende ondernemingen in het bijzonder bij het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Of dit potentieel ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij kan gedacht worden aan de
vindingrijkheid van benadeelde NGO's bij het initiëren van nieuwe procedures. De bereidheid van rechters om zich te begeven op een nieuw juridisch terrein en mogelijk verstrekkende precedenten te creëren. En de bereidheid van wetgevers om enerzijds de verantwoordelijkheden van ondernemingen in deze context een wettelijke basis te geven en anderzijds eventuele drempels voor de nadelen bij de toegang tot de rechter weg te nemen. Een van de dingen die de Nederlandse regering heel graag wilde weten, dat te weten wilde komen op basis van ons onderzoek naar de zorgplichten van Nederlandse ondernemingen in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, was hoe wij ons qua regelgeving en rechtspraak verhouden tot de ons omringende landen. Wie zijn de voorlopers en wie zijn de achterblijvers op dat gebied? Onze conclusie was dat, hoewel Nederland niet per se een achterblijver is, we ook zeker niet voorlopen op dit gebied. Voorlopers zijn namelijk landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Zoals we gezien hebben, hebben zich Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tot nu toe verreweg de meeste foreign direct liability cases voorgedaan. Maar, daar wil ik bij aantekenen, dat hoewel dit wel wat zegt over de relatief ruime mogelijkheden die daar bestaan, waar het gaat om het initiëren van dit type procedures, het niet per se wat zegt over de mogelijkheden voor benadeelden om hun voordeel ook daadwerkelijk toegewezen te krijgen. Het wachten is in deze context op meer uitvoerig gemotiveerde rechtelijke einduitspraken over de zorgplichten van de onderneming in deze context, zoals de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de Nederlandse Shell Nigeria-zaak. Buitengerechtelijke beschikkingen, zoals we nu veel zien in het Verenigd Koninkrijk, dragen hier uiteraard niet echt toe bij. Maar vormen wellicht wel een indicatie dat de vordering van de eisers niet helemaal ongegrond of kansloos zijn. Zoals we ook gezien hebben, zijn het Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die voorop lopen waar het gaat om het verkennen van de mogelijkheden voor een meer dwingend wettelijk kader op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het interessante van dit soort wetgevingsinitiatieven op nationaal is dat zij een sterke incentive bieden voor beleidsmakers uit de betrokken landen om te lobbyen voor de invoering van soortgelijke regelgeving op internationaal niveau. En dat er daadwerkelijk sprake is van een dergelijke spillover-effect in deze context, waarbij voorlopers op nationaal gebied zich dus sterk gaan inzetten voor regelgeving in bijvoorbeeld EU-verband om het speelveld weer gelijk te trekken, wordt bevestigd door de interviews die wij in het kader van ons onderzoek gehouden hebben met beleidsmakers uit de betrokken landen. België is een interessant geval. In die zin dat het met de Genocidewet uit 1993 aangemerkt zou kunnen worden als een heel vroege voorloper op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij moet wel gelijk aangetekend worden dat de Genocidewet, althans bij mijn weten, destijds nooit in die context geplaatst is. Wat waarschijnlijk ook te maken heeft met het feit dat de hele discussie over het onderwerp toen nog niet zo speelde. In feite kan gezegd worden dat de Belgische Genocidewet misschien zelfs wel te vroeg kwam. In die zin dat er in die tijd nog geen enkel equivalent bestond in andere westerse landen van een dergelijke wet. En deze dus ook een weinig draagvlak kon rekenen buiten België. En ik vind het een interessante vraag wat in de huidige tijd het lot zou zijn van een dergelijke regeling. Zeker als deze geplaatst zou worden in de context van de discussies rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een laatste vraag die de Nederlandse regering graag beantwoord wilde zien in ons rapport was in hoeverre voorlopen als land waar het gaat om regelgeving en rechtspraak op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen nou ten koste zou kunnen gaan van het nationale vestigingsklimaat. Op basis van de interviews die wij gehouden hebben met beleidsmakers, koepelorganisaties, bedrijven, academici en NGO's uit de ons onderzochte landen moet geconstateerd worden dat er geen aanwijzingen zijn dat hier een sterk verband tussen bestaat. Daarvoor zijn regelgeving en rechtspraak in deze context te onbelangrijk in vergelijking met andere factoren die het vestigingsklimaat bepalen, zoals bijvoorbeeld belastingen, infrastructuur en de levensstandaard voor de werknemers van de onderneming. Tegelijkertijd werd door verschillende van onze respondenten aangegeven dat juist achterlopen met regelgeving en rechtspraak op dit onderwerp schadelijk kan zijn voor het internationale concurrentievermogen van ondernemingen in een land. Want op het moment dat voorloperschap van andere landen
zou leiden tot het optrekken van standaarden in het internationaal verband. Lopen de ondernemingen uit het land dat achterloopt achter de feiten aan. Ten slotte werd in onze interviews van verschillende kanten bevestigd dat voor individuele ondernemingen de voorlopers zijn, waar het aankomt op internationaal maatschappelijk verband tot ondernemerschap, heel belangrijk is dat er een juridische stok achter de deur is waarmee de achterblijvers kunnen worden aangepakt. Een gelijk nationaal speelveld op dit gebied is dus misschien nog wel veel belangrijker dan een gelijk internationaal speelveld. Over de impact van meer procedures en een meer kritische blik vanuit het thuisland op de gevolgen van ondernemingsactiviteiten in gastlanden, zei een van de respondenten uit het bedrijfsleven dat meer concrete voorbeelden van harde juridische consequenties nodig zijn om echte verandering teweeg te brengen, ook bij de buitenlandse ketenpartners. Dit beeld wordt ook bevestigd door de verslaggever van de Standaard, naar aanleiding van de vragen over de lange termijn impact van de kasseienkwestie. De Belgische importeur, die al een proactief beleid had, dat gericht was op het achterhalen van de oorsprong van zijn genen, heeft het artikel in de Standaard kunnen gebruiken om druk te zetten op lokale handelaren om meer en beter te doen bij het uitbannen van kinderarbeid in de sector. Wat gaat de toekomst ons brengen? Ik geloof dat we in ieder geval een verdere toename en diversiteit van foreign liability cases kunnen verwachten. Het zal interessant zijn om te zien wat de interactie zal zijn tussen deze procedures en andere juridische instrumenten, zoals de UN Guiding Principles en de nieuwe transparantie- en zorgplichtbepalingen die recent zijn aangenomen of momenteel ter beoordeling voorliggen. Uiteraard blijft het heel belangrijk om de juridische ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet te blijven volgen. Niet alleen in Nederland en België, maar ook in onze buurlanden en daarbuiten. Maar daarnaast lijkt het me ook van belang om kritisch te kijken naar wat de effecten zijn van deze juridische ontwikkelingen. In hoeverre bevorderen zij ook daadwerkelijk internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap? Fokke en Sukke zijn nogal sceptisch op dit punt. Ikzelf verwacht er wel wat van. Maar omdat we niets hebben aan voorspellingen en vage vermoedens, zal mijn volgende uitdaging zijn om de eventuele gedragseffecten van deze juridische ontwikkelingen op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart te gaan brengen. Ik zou graag willen afsluiten, zoals dat gebruikelijk is, met enkele woorden van dank en waardering. Allereerst ben ik de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU-Leuven zeer erkentelijk voor mijn aanstellingen. Het is een bijzondere ervaring om een kijkje in de keuken te mogen nemen bij de oudste en internationaal best aangeschreven Universiteit van de Lage Landen. En hoewel veel zaken hier ongeveer hetzelfde lopen als bij de Universiteit Utrecht, zijn er ook dingen die anders en soms echt beter zijn. Zo ben ik dol op de Rema confetti cakes die mijn Utrechtse kamergenoten regelmatig halen. Maar ik heb wel ontdekt dat deze geen match zijn voor de verse wafeltjes die hier elke vrijdag door de assistenten meegenomen worden van de markt op de Leuze. Verder wil ik het tijdschrift voor privaatrecht zeer hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van mijn aanstelling. Ik voel mij zeer vereerd dat de TPR-redactie mijn kandidatuur voor de TPR-wisselbeursje 2015-2016 gefaciliteerd heeft. Juist het feit dat ik nog vroeg in mijn academische carrière sta, maakt mijn aanstelling als houder van de TPR-wisselbeursje extra bijzonder en uitdagend. Mijn speciale dank gaat uit naar professor Sagar en professor Schoor, die beide nauw betrokken zijn geweest bij de praktische invulling van mijn aanstelling als titularis van de TPR-wisselbeursje. Voor de Nederlandse zaal, titularis betekent houder. De grootste eer was misschien ook wel mijn voordracht als kandidaat van de TPR-wisselbeursje 2015-2016 voor de KU Leuven. Die voordracht is tot stand gekomen dankzij professor Tilleman en professor Van Kalsten. Het mailtje in maart 2015 dat zij mijn kandidatuur wilden voordragen, kwam voor mij geheel uit de lucht vallen. En het zijn vaak juist de dingen die je totaal niet hebt zien aankomen, waar je achteraf het meest trots op bent. En dat geldt zeker ook voor mij in dit geval. Daarnaast hebben mijn twee TPR-wisselleerspromotoren hun uiterste best gedaan om mijn verblijf voor zowel nuttig als aangenaam te maken. En dat is ze zeer goed gelukt. Ik wil hem
hen beiden zeer hartelijk bedanken voor alle inspanningen die zij zich ten behoeve van mij getroost. Veel dank ook aan mijn andere collega's van de KU voor de hartelijke ontvangst en voor hun interesse in mijn onderzoeksactiviteiten. Ik weet dat verschillende van mijn collega's hier onderzoek doen verrichten naar soortgelijke onderwerpen. En ik hoop van harte dat mijn aanstelling hier dit academisch jaar een aanzet kan zijn tot verdere samenwerking. In het bijzonder wil ik ook nog even de assistenten van het Centrum voor Rechtsmeting noemen, die ik niet anders heb meegemaakt dan vriendelijk, behulpzaam, geïnteresseerd en, heel belangrijk, graag bereid tot delen van hun wafeltjes. En dan is er ook nog de partij, die de praktische kant van deze dag mogelijk gemaakt heeft en zeer geduldig bleef onder mijn niet aflatende stroom, aanbod en vragen. Er zijn vandaag een aantal van de masterstudenten die ik les heb gegeven in het kader van mijn module binnen het vak Global Law. Leuk dat jullie hier zijn en ik moet zeggen dat het een waar genoeg was om met jullie te werken. Ik vond jullie goed onderlegd, enthousiast en zeer beleefd. Dat wil nog wel eens anders zijn dan jullie collega-studenten uit Nederland. En ik was blij verrast met jullie actieve deelname aan de onderzoeks- en presentatieopdracht die ik jullie heb gegeven. Aanstaande dinsdag moeten jullie je papers inleveren. Succes met de laatste loodjes en ik kijk eruit om ze te lezen. Dan kom ik terecht bij mijn collega Joekers en collega Monografers. Ik vind het echt ontzettend geweldig dat jullie vandaag zijn afgereisd naar Leuven om mij deze reden te willen houden. Het is dankzij jullie dat ik elke dag hier met plezier naar mijn werk ga, zelfs als de deadline stress hoog is. Ik heb ieder van jullie over de afgelopen jaren heel goed leren kennen. En hoewel we af en toe best wel over werk praten, geven we meestal de voorkeur aan koffieloopjes, aan lunchpraatjes over persoonlijke dingen, aan confetticakes uiteraard, en aan grappen en grollen. Die laatste meestal ten koste van mij. Ik hoop dat het langer zo blijft. Ik sta hier bijzonder dankzij twee collega's, en dat zijn mijn promotoren Ivo Giessen en Loes Lennart. Het is op 2 dagen na, 4 jaar geleden, dat ik gepromoveerd ben op een boek dat sindsdien bekend staat als De Lieke Enneking. Jullie zijn inmiddels al 10 jaar betrokken bij het onderzoek dat ik doe en ik heb ontzettend veel gehad aan jullie inzichten en adviezen. Ivo, nog steeds staat je deur altijd open als ik vragen heb over wat voor onderwerp ik doe. En ik heb de laatste jaren heel veel plezier beleefd aan het mogen meedenken over het wel en wee van jullie. Loes, ik vind je niet alleen hartelijk en kleurrijk, maar ook bewonderend je scherpe geest, je analytisch vermogen en je visie. Jij bent degene die in een artikel uit 2003 eigenlijk alles al gezegd heeft wat er te zeggen valt over mijn onderwerp. Ik hoop nog vele jaren met jullie allebei te mogen samenwerken. Dan nog een woord van dank aan mijn mede-auteurs van het BODC-rapport over zorgplichten van Nederlandse ondernemingen in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zonder Frans Christen, Kina Jappel, Charlie Waterboek, Jessie Emaus, Marlosse Jong, Anne-Jetske Schaar en Ivo Giessen was het mij zeker niet gelukt om dit enorme project tot een goed einde te brengen. In het bijzonder wil ik daarbij Frans Christen bedanken voor het feit dat hij, ondanks zijn ontzettend drukke agenda, altijd bereid is om tijd vrij te maken om met mij te brainstormen, mee te denken of gewoon even bij te praten. Ook met jou hoop ik veel vaker samen te werken. Lieve familie en vrienden, jullie zijn mijn grootste fans en ik ben jullie grootste fan. Ik kan ook nog precies het moment herinneren dat ik bij mijn promotie de zaal binnenstapt en jullie als één blok achter mij zou staan. Vandaag zijn jullie weer hier en dat vind ik geweldig. Dank voor jullie warme interesse en mijn stem. Er zijn 3 bijzondere dames die letterlijk achter mij stonden tijdens mijn promotie en ook in de aanloop naar vandaag weer drukdoende zijn geweest in het verlenen van de nodige moral en practical support. Merel, Maaike en Ingrid, jullie zijn geweldig en ik zie nu alweer uit naar onze volgende plechtige gelegenheid, sushi date of koffieloopje. Lieve pap en Kees, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde. Alhoewel we mama altijd zullen blijven missen, doen we het best goed met z'n drieën. Ik ben net zo trots op jullie als dat jullie op mij zijn. Zonder jullie zou een dag als vandaag betekenisloos zijn. Lieve Thijs, we hebben begin dit jaar een ongelooflijk briljant avontuur beleefd met onze reis naar Nieuw-Zeeland. Die heeft niet alleen heel veel mooie foto's, maar ook veel mooie plannen voor de toekomst opgeleverd. Ik zie ontzettend uit naar alle avonturen die we samen de komende tijd tegemoet gaan. Zowel dichtbij als ver weg. Adventure is out there.
ik heb gezegd. Zeker van Heel, is de faculteit.